Na een grondige renovatie werd op vrijdag 7 juni Fort Altena heropend in het bijzijn van vele genodigden. Heel leuk dat u hier allemaal bent op deze feestelijke bijeenkomst. Een hele mooie dag, want we gaan weer een hele belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van dit mooie fort, Fort Altena. Ja? Hij steekt zijn hand op. Dit is het startpunt van de meeste rondleidingen die hier de vrijwilligers geven. Het is hartstikke belangrijk dat die vrijwilligers er zijn. Maar die hadden ook nog iets anders nodig eigenlijk. Want het is leuk om erover te vertellen, maar het is ook leuk om naar een aantal dingen te kijken. En dan hebben we 4 van die compartimenten, eigenlijk 5. Daar dachten we van, daar moet iets mee gebeuren, daar moet je iets exposeren. Er moet een stukje permanent geëxposeerd worden en misschien, dat is die ruimte waar je tegenaan kijkt, er staat een vraagteken, het is top secret. Ja. Ja. Daar is een ruimte waarvan ik werkender weg op een gegeven moment dacht van, weet je wat, misschien moet je die wel bestemmen voor een wat wisselende expositie. Op het wensenlijstje van het Brabants landschap staat ook nog de renovatie van Remise D. Deze deed voorheen doel als opslagruimte voor de bewapening en het kruid. Ook ging de film Linie tot Leven 2019 in première. Maar jij hebt mij nooit iets verteld over die nieuwe Hollandse waterlinie. De Chinezen hebben de Chinese muur. Ik zeg maar, wij hebben de waterlinie. Ja, het wordt nog wat. En dan Altenaar in de Alessandra en zeggen. Altenaar, sorry, ik heb zo'n vorm. Nou, geweldig! Hey, Altenaar! Gaan met die banaan! Ja! Wie zit er op slag? Er is heel wat gebeurd om het dak en de gewelven te voorzien van isolatie en dakbedekking. Het interieur heeft een geweldige vernieuwing meegemaakt. Alle wanden, gewelven en deuren zijn hersteld en opnieuw geschilderd. Het is natuurlijk een modern gebouw geworden aan de binnenkant, zodat gasten ontvangen kunnen worden. Een aantal maanden geleden alweer begonnen met de start van dit geheel. En dan, hoe mooi is het dat je ook met elkaar mag markeren, het is weer gered. En zeer terecht, want dat doe je allemaal niet alleen, dat doen we met heel veel mensen. De bouwbedrijven, de ontwerpers, de vrijwilligers, de exploitanten, de gemeentebestuur, iedereen die daarbij betrokken is, want dit doe je echt met verenigde krachten. En ik ben daarom een trotse te debuteren dat ik ook hier daarmee dat moment mag markeren. Dankjewel. Ah, ja. Thank you.